Volga heten gaat eerst Wilma Blankvoort, onze voorzitter, u welkom heten. Beste aanwezigen, wat fijn dat u er bent. Vandaag, een half jaar nadat we voor het laatste die viering hebben gehad, zoiets is in de geschiedenis van de Julianakerk nog niet voorgekomen. We gaan het met elkaar proberen vandaag. Ik vind het jammer dat ik er niet zelf bij kan zijn, maar ik hoop toch dat u met elkaar een goede viering zult hebben. Over 2 weken is er opnieuw een viering hier in de kerk. En daarna gaan we als bestuur bekijken hoe u het gevonden heeft. Is dit een goede manier? Kunnen we doorgaan de komende tijd? Of wilt u op een andere manier een invulling aangeven? Voor nu wens ik u in ieder geval een hele fijne dienst. Dag. Nou, en ik heet u ook welkom. En dat ga ik straks nog een keer doen. Ik moet ook de functie vervullen van de ontvangstgroep vandaag. Want je mag zo min mogelijk lopen, hè? Dat weet u allemaal natuurlijk. Dus ik ga zo meteen de paaskaars aansteken. Ik mag u nog een keer vertellen dat we over 2 weken hier de volgende viering hebben. Dan mag u het weer met mij doen. Want zo was nu even de verdeling. Omdat eigenlijk vandaag iemand anders er zou zijn. Maar wij het wel heel erg leuk vonden als ik de eerste keer weer hier zou staan. Na een half jaar niet. Wilt u zich dan aanmelden weer, zoals u dat nu ook gedaan heeft, bij dienst, telefonisch of via de mail? Dan mag ik iets zeggen over de bloemen. De bloemen gaan vanmorgen naar Wim en naar Gerben. En ik mag ook nog een bosje meenemen, dus daar ben ik heel blij mee. Greetje kon er vandaag niet zijn. Die krijgt een staaroperatie. Krijgt een kaart toegestuurd. Normaal gesproken zouden wij daar al onze namen op zetten. Ja, dat doen we dan dus nu ook niet. Maar ik denk dat Dieter wel opzet van ons allemaal. Nou, dan ga ik nu de kaars aansteken. Ik zei het al bij de laatste internetviering die we hadden gemaakt, Gerben en ik. Degene die volgend jaar Pasen deze paaskaars overneemt, die boft enorm, want er is nog bijna niks afgebrand. U bent er weer, wij zijn er weer, Gerben zit achter het orgel en ik sta weer hier. 6 maanden geleden stonden en zaten we hier voor het laatst. En toen veranderde alles. Wat vanzelf sprak, was niet meer en werd bijzonder. En nu zijn we hier weer, in afgeslankte vorm, met een gereserveerde plaats en misschien ook met gemengde gevoelens. En toch is het fijn om hier weer samen te zijn. Het voelt weer goed. Het is wel een beetje een soort van living apart together vorm. Maar daar moeten we voorlopig nog even mee doen. Ik hoorde gisteren heel opgewekte verhalen over vaccins, misschien al eind van dit jaar of begin volgend jaar. Nou, we kunnen niet wachten en we hopen er allemaal enorm op. En we hopen vandaag samen weer wat inspiratie op te doen. Aan een tekst, aan een muziekstuk, aan een lied op het scherm. En een orgelstuk door Gerben gespeeld. Want ja, zingen mogen we niet. Maar Gerben gaat vandaag de aftrap doen met een vrije interpretatie van ons welkomstlied Morning Has Broken. Thank you.
Gerben. Mooi, dankjewel. Op de drempel heb ik vandaag een lied van Bluff over een mooi...